Van IJster tot de Mokkei, zijn in een lijn te springen. Van IJster tot de Mokkei, rup in een lijn te zingen. Het is vast een lovende. De uitzending van Vastelovend Gasten. We hebben asperges, we hebben papegaaien en we hebben geiten. De prinsenquiz, carnavalsmode en we hebben Petra van café Het Tapke uit Gulpen. Petra Biermans. Ja, Petra. Het is eigenlijk binnen te flauw om erover te beginnen, maar ik doe het toch. Je bent natuurlijk in de weeg gelag. Om kasteleinsvrouw te weren. Meteen allemaal, joh. Je krijgt ze vaak opmerkingen over dingen. Alleen maar. Ja. Dus je hebt ook geen, de hebt geen beroepskeuzetest en ze hoeven invullen. Die problemen hebben ze allemaal niet gehad? Nee, niet gehad. Zoedre gerold. Heerlijk. Geen keuzestress. Keuzestress hoeft ze ook niet meer te hebben over de prins in Gulpen. Dat is zoals dat goed geroepen. Door Christian te vrijen. Ja, een hele leuke prins en een hele leuke hofnar. Door Sebastian. Dus ja. Het werd gezellig in Gulpen. Dat werd heel gezellig in Gulpen. Ja, en het werd ook heel gezellig hier in het Vastelovens Café. Ik ga rennen, dus jongens, start de bumper. Hey, ik ben op tijd. Sint-Geter is hier. Het kerstverse... koninklijk paar, prinselijk paar. Wie voor het uitroepen zo wat er deed? Ja, dat was geweldig. Puur enthousiasme. Geweldig ontvangen door de zaal in zijn eigen gieterij. Ja, hoor, kippenvel van voor tot achter. En we hebben dat zo niet nog eens even dunnet is overgedaan. Oh, echt fantastisch. Ja, ik zie dat ze nog een beetje meug bent ervan. Ik zou echt ontzettend nerveus zien. Wie wordt het bij dig? Ook heel nerveus. Ja, maar de vriendinnen hebben me goed met gesleurd en toen de bühne op en van een keer door. Ik ben dus weer een huwelijk. Geniet ervan, samen. De prins en de prinses van Kunrade. Die zijn ook. Imke en Tom. Hier zit prins en prinses van 2015. Dus je mag nog even genieten. En dan binnenkort het afscheid, Imke. Nou, het is wel jammer, maar ik ga gewoon door. Je gaat gewoon door. Je vindt het niet zo heel erg? Nee. Oh. Eens kijken hoe Tom daarover denkt. Ja, was natuurlijk wel heel leuk. Is wel jammer om af te treden, maar ja, ik gun het de volgende prins ook wel. Nou, ik word er bijna een beetje emotioneel van. Landgraaf, de geiten, die zijn er ook. Prins, kleine prins, toen moest ook binnenkort afscheid nemen. Ja. Bist u er net zo cool, onger? Wie die het kunde? Nee, wist u niet? Ja, het is toch niet leuk om af te treden. Nee, precies. Het is toch een beetje een andere carnaval dit, joh. Hoe is die niet goed, de prins? Oh, dat is de haat zich hier verstopt. Ja, wie dicht loog het eigenlijk zeer voor de hand als toen prins was weer. Want toen kwam ze een echte prinsenfamilie. Ja, dat klopt, ja. Vertel, opa? Ja, opa, de pap is prins geweest. De nonke is stadsprins geweest vroeger, dus. Je was gewoon de gedoodverfde opvolger. Wie beveelt het? Ja, geweldig. Is leuk. Is echt super. Geniet ervan. We zijn nog niet kloor. Koningsbos is Ochi, Kevin. Je hebt zijn eigen joekskapel metgenomen. Een prins met een gevierlijk randje eigenlijk. Want u hebt een zeer risicovolle hobby. Passie, sport. Ja, dat klopt. Ik ging cross-kart op Nederlands niveau. En daar ben ik volop mee bezig. En gaat dat nu nog? Want toen was nog geen risico's nemen. Op dit moment. Ja, dat klopt. Maar ik ben nu alles verklaard maken voor volgend jaar. En, voor komend seizoen, zeg maar. En het begint weer in maart. Eind maart. Ja, maar heb ze dan nog wel tijd voor? Want ze prins is. Dan moet ze tijd voor maken, hè. Als, goed plannen. Als ze een passie hebben, ze moeten ze hem voorzetten, hè. Nou. De prins van de aspergepiepers, kom nog even naar vuren. Ja, die komen uit Maastricht. Het ziet er uit wie tempeleers, maar zijn geen tempeleers. Maar de prins van vorig jaar van Maastricht, Odin...
ja. Waren een aspergepieper gepromoveerd tot tempelier. Oh, gepromoveerd. Wie zit dat bij u? Gepromoveerd. Dat mag blij zijn tot er bij de tempel is als gevraagd is. Staatsprins natuurlijk. Hè. Want ja, een eer voor de aspergepiepers, dat blijft voor altijd natuurlijk. Hè. Okay. Dus eigenlijk kunnen die tempeliers van u gaan leren? Oh, we doen het samen gezellig. Ja, ja. Ja, ja. Ze hebben eigenlijk al een... Allee. Oké, okay, dan hebben ze het van ons geleerd dan. Ze hebben ook de kreet van ons, hebben ze eigenlijk ook al overgenomen. Hyper de piep. Asperge. Ik vul hem aankomen, de bumper. Ja, wat as... Oh, is... Mocht je ooit nog gaan poelen in Venrooy wie de volgende prins gaat heet, dan moet je altijd gokken op de naam Paul. Want dat maakt wie doet het meeste kans. We hebben namelijk al sinds dit jaar prins Paul de Zesde bij de Pielhaas in Venrooy. Dames en heren, prins Paul de Zesde. En als je denkt, dat ken ik toch ergens van, dat kan kloppen. Kijk maar eens. Dit is het Pelemaasjournaal. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Ik wens u nog een hele fijne avond. Hey, heb je iedereen de kijk door het Pelemaasjournaal? Heb je er nog wat aan? En die vaardigheden in nog prinschap? Ja, in ieder geval het presenteren, dat wil natuurlijk wel helpen. Hè? Want ja, ik stond natuurlijk een hoop op de tribune met de microfoon. En nou, daar heb ik mijn leerschool meer dan gehad, zeg ja, maar. Ja, wel discussiepuntje. Je hebt jubileum dit jaar. Mm-hmm. Het jubileumfeest is al geweest. Met een andere prins, de vorige nog. Wees nu de jubileumprins. De prins of deze prins? Ik zou zeggen dat wij gewoon dat allebei voor de helft zien. Je ziet de jubieprins en hij wat de leenprins. Precies. Precies, klasse. Nou, en om dat jubileum te vieren gebeurt er van alles in Venrooy. Bijvoorbeeld dit. Het ziet er ook wie een slak, maar wat... Het wie een haas, maar dan met een slakken vormpje of zo. Maar wat is het eigenlijk? Nou, dat is de USB-stick. We hebben dit jaar in het kader van het 7x11 jubileum... hebben wij met de commissie Liedje een jubileum-cd gemaakt. Een LP-hoes met erin vier cd's. De cd's van de liedje van dit jaar, nummers uit al de doos... Een kinder-cd en nummers waarop mensen konden stemmen. En bij die cd zat een USB-stick en daarop stonden alle nummers die in het verleden in Venrooy zijn gemaakt. Helemaal gedigitaliseerd, allemaal naar het niveau van nu gebracht. En dat zien door wie viel? Ik geloof iets in de buurt van de 360. Ja, want we kennen Venrooy eigenlijk pas de afgelopen jaren van de liedjes. Hè, sinds Bjorn en Nieke bij het LVK zijn doorgebroken. Nu stonden er ineens drie Venrooyse liedjes in de halve finale van het LVK. Maar de liedjescultuur is heel riek in Venrooy, hè? Ja, absoluut. Er worden al heel lang, al 60 jaar, worden er hartstikke mooie vastelovensnummers gemaakt. Mooi om te noemen, in november is er een jubileum musical geweest. En die is helemaal opgehangen aan al de Venrooyse vastelovensnummers. Wauw. En ja. Hoe anders dat LVK bij Jorgen de Durp? Wie moet dat zien? Groot feest. Ja, we hebben er ontzettend veel zin in. Er werd achter de schermen keihard gewerkt om Limburg te ontvangen en er een fantastische avond van te maken. Ik zeg Durp, doet dat dan Pien? Nee, dat is prima. Oké, okay, jij hebt nog veel meer moes. Wat heb je nog meer bij Joch? Nou, we hebben natuurlijk het jubileumboek. Nu al, hè? Anders kunnen we niet zien. 7 graden jubileum van de Pielhaas. En we hebben het gevoel van vastelovend in 77 foto's, pagina groot, vastgelegd. En de 11 prinsen hebben hun eigen pagina in drie gezet. Dus het is echt een heel groot prentenboek met alle facetten achter de schermen. En wat is dat Venrooyse vastelovensgevoel dan? Wat maakt dat anders dan de vastelovend van Kunder? Nou, ik weet niet of het anders is, maar het is een samenhorigheidsgevoel in Venrooy en het leeft. We hebben een ontzettend grote vereniging in Venrooy, 900 leden. We hebben een hele goede jeugdtak. Ja. Dus ja, het is gewoon een heel groot iets. En daarom is die USB-stick bijvoorbeeld ook al uitverkocht. Ja, ja. En over kinderen gesproken, je hebt er twee, hè? Sam en Mees, geloof ik, Veer en Vivio Alt. Ja. Die hoeven zich de komende weken niet te vervelen, want die hebben een vastelovend doeboek. Dames en heren, vastelovend doeboek. Wat kunnen ze allemaal doen in het doeboek? Ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi product. We hebben afgelopen maandag op de basisschool van mijn kinderen het eerste exemplaar uitgereikt. En het is eigenlijk een combinatie van een stukje vastelovensles met allerlei facetten van de vastelovens uitgelet. En een heleboel leuke stripjes, puzzels, allerlei dingen die je kunt inkleuren. Een pielhaas, pannenkoek, noem het maar op. Kist die verkleid als pielhaas. Hè? Dus we komen allemaal verkleid als pielhaas naar het LVK. Het roetsen, het vastelovend roetsen op Zoepkool Zotterdag. Dat presenteert geen normaal. Dat zal dit jaar anders zien. Je moet nu naar onderroetsen. Ja, ik ben er bang voor dat ik er dit jaar allemaal geloof. Ik heb jarenlang gezet van als ik naar beneden stond te kijken van dat ga ik nooit doen. Maar nu al. Ja. En dat bij het 7x11-jurig jubileum in Venrooy. We gaan allemaal kijken. In ieder geval naar het LVK. Misschien wel naar het roetsen. Venrooy! Ho, het is al 11 uur van 11. Tijd voor de pleetjes van Ruud.
Ja, Ruud moet het allemaal zelf doen. Dat is toch gat, hè? Werken die al 1 uur? Ja, ze gong net vroeger in zijn muziekwoord kregen. Ja, daar moet ze van werken, man. Dat is net normaal. Ja, dat gevoel proberen voor hier een beetje terug te rollen in het platenhoekje. Ruud, gaat het hebben u voor de grand dame van de Limburgse muziek, de Nachtegaal van Limburg, maar sinds kort ook de presentatrice van het LVK. Medepresentatrice. Ze gaat de finale mee-presenteren, Beppy Kraft. Om te beginnen. Samen met Henk Hoeven. Ja, natuurlijk. Maar het is in een vinylrubriek. Even stiekem toch naar de computer. Loeser, Beppy Kraft, loeser. En het zijn ook een plaats. Kijk, Beppie had een hoes in Spanje, de chaussee moet roken, dus er moeten leedjes zien die het ganse jaar kennen. Tuurlijk, begrepen voor allemaal. Maar wanneer ze het LVK eens mee presenteren, moesten we wel recht van spreken. En dan moesten ze ook vaste loversliedjes aan. En die zijn toch? Want Beppie won, dat zullen veel u net weten, in 1986 het LVK met dit liedje. Even bijpakken. Ja, hey, en kijk, in één huis in het ijs, dit is het ganse carnaval duidelijk, hè? Precies. Dat is goed, en dan mag je het LVK presenteren. En dan had ik nog, ja, dat is wel erg leuk. Ik zal het even hup met een krat straf horen, dat maakt verder niet zo goed. Moet er voor deze single even invangen, zo. En dit kon ik laten zien. Dit kon ik nog even laten zien. Dan moest even Bjorn op de bril van Beppie inzoomen. Dat wil ik Limburg echt niet onthouden. Dat is legendarisch. Moest eens kieken daarboven. Wow. Ja, dat is nu weer helemaal hip. Ja, ik kon nog even Roet horen. Dan gewoon voor echt Roet met nog een leuk vastgelovensliedje. En ik denk dat dat ook wel ganz erg bekend is. Vroeger moet ze hem dan nog 33 toeren zetten, want dat is een grote plaat. En dan gewoon voor een ganz stuk naar vuren en kieken of we dan goed uitkomen bij een liedje wat gekker in de kin. Een echte carnavalsplaat. Ja, dit is hem, hè. En door haar schoolsteeg ben ik verloren. Want op haar schoolsteeg springt die goede band. Nou, dat zijn dus echte vaste lovensliedjes van Beppie. En dan maken ze dus ook dat LVK van mij rustig op presenteren. Van u ook? Ja! Oké. Okay. Gelukkig met de goedkeuring van Ruud Kleine. Ruud, dankjewel. Doe duik snoe eigenlijk weer meteen die platenkassen in, want toen komt ze nog terug, hè? Ik kom terug. Heb ze ook met fanruisje muziek? Ben ze ervan op de hoogte? Enigszins, ja. Mooie liedjes, Hanti. Okay. Zoten allemaal in de musical, van net al gehoord, hè? Precies, chic. De blief loester, want nou de bumper. De volgende fanruisje, artiest. Weer een bumper. Weer een bumper. Ja, nu moet de platenhoek natuurlijk ook wel heel snel verdwijnen. Jacques van Els. Mooi. Een grootheid in Venray. Vooral met Nelle Huurt. Ze hebben er dus een liedjesproject gedaan. Ze hebben alle Venrayse vastelovend liedjes verzameld. En op de USB-stick, ja, daar stond 3 of 4 nummers van dich, hè Jacques? Ja, 4. 4 nummers, 1 duo en dan 3 solo. Ja. Doe jij eens vandaag een liedje zingen. Dat is al 20 jaar oud. Ja, zullen niet zeggen dat ik al zo oud ben, maar inderdaad. Ja, dat is inderdaad al 20 jaar oud, ja. 1996. Inderdaad, zet dus ook op de USB-stick. Welk nummer is dat? Een rondje voor de muziek. Een rondje voor de muziek? Ja. Dat, vertel, waar gaat dat nummer over? Ja, als je een muzikant ziet en je start op die bühne te speulen, mensen hebben schik en zo, dan is het ook wel eens leuk als je een rondje krijgt natuurlijk, hè. Dus alle strings meten, Ad van Zwolle mooi geschreven van, kijk, daar gaat het hem, samen schik maken, maar geef de muziek ook af en toe een rondje. Vergeet die muzikanten niet. Is dit nu echt een nummer, mensen, dat in Venray op stap is met de vastelovend, dan gaat iedereen uit zijn plaat? Ja, dat wel duk, ja. Omdat ze het kennen, hè. Dus van oudsher, alle muziek, leuke muziek. De jeugd komt er ook aan met allerlei leuke dingen. Dus het is altijd wel welkom, het liedje. Dan stond ik in de top 11, dus ja, leuk. Goed, 1996. Zou ze niet nog eens een hit gaan scoren? Ja, godwet. Je ziet nooit te oud om te scoren natuurlijk, hè. Ben je nog bezig met nieuwe projecten, nieuwe liedjes? We zijn wel bezig met muziek. Ik zou je dat ook wel willen, maar dat moet ook net op het pad komen natuurlijk, hè. Dus, Volgende carnaval scoort zo gewoon een dikke vette hit. En tot die tijd, dan vier het gewoon met een rondje voor de muziek. Applaus! Ja, drinken, rock
de muziek is wat ze wil van mij. Ik heb ze allemaal nog een reuntje. Jij doet er van mij, pak maar in een been. Denk een benuverd kluitje. Wil geer op zien en die duurt kort. Hij zal bij het geven van een reuntje de muziek nooit overslaan. Zolang de neut blijven klinken, is iedereen in goeie doei. Voor een kapel, dat werd en werd, hij kreeg hier aan de bel. Geef zijn reuntje, het ganse stel. Voor de muziek is wat ze willen drinken. Voor de muziek is wat ze wil van mij. Geef ze alle. En doe ze van mij, pak maar in een been. Voor de muziek is ze wat ze willen drinken. Voor de muziek is ze wat ze wil van mij. Ik heb ze allemaal nog een reutje. En doe ze van mij, pak maar in een been. Kwam aan de brood met matje, daar speelt mij de klarinet. Ik wil eerste keer met Olly met doen, maar dan wel op de trompet. Hij zei dat even schouw in de nieren, maar dat viel hem de neut niet meer. Nog vlugge plaat weer denken wat als anders als een bel, maar dat leuntje. Dat gaat hem wel. Voor de muziek is ze wat ze willen drinken. Voor de muziek is ze wat ze wil van mij. Ik heb ze allemaal nog een reuntje. En doe ze van mij, pak maar in een been. Voor de muziek is ze wat ze willen drinken. Voor de muziek. Doet er voor mij, ook maar in een been. En doet er voor mij, ook maar in een been. Jacques van Elst, de eerste Limburger die we gewoon herkennen aan zijn ruk in plaats van aan zijn Murfke. Applaus voor Jacques van Elst! Tiet voor de Quinsenpris! Schedel mij met de Quinsenpris! En ja, kom maar, Space Pieper. Ja! Met de Quinsenpris. Even kijken. Geen steunt, kom er allemaal mee. Geen steunt, ook een Quinsenpris. We gaan Renje Rot doen. We gaan Renje Rot doen, doe mee. We gaan Renje Rot doen. Goed zo. Links, rechts, goeie antwoord. Vraag 1 van de Quinsenpris is. De Fugitive Prince, Prins Ali de Eerste van Syrië, dat was zijn maandag. En die had een motto. Wat was zijn motto? Was zijn motto? Together en samen, dan moet je heen ontstaan. Of on the gang, dan moet je heen ontstaan. Kom maar, bewegen. Hey of door, door, wat gaat ze? Kijk, aan die kant, door. Together en samen. Oké, okay, we gaan luisteren naar het goede antwoord. Laat maar komen, goede antwoord. Psh, psh. On the one, on the... On the gang! On the gang! Ja, geef ze het allemaal af! Geef ze het allemaal af! Kom maar naar achter! Geef ze het allemaal af! Allemaal af! Allemaal. Alleen geef ze het nog even! Goed zo, kom in de middenstom! Oké, okay. Vroeg 2. De Jeugd Vastelovensclub van Gebroek, JCV Gebroek, heeft een eigen liedje. Wie geeft het refrein van het liedje? Verzien JCV en vieren carnaval, dan moest ze links gaan staan. Of in Gebroek klinkt Vastelovend in Den Hoek, dan moest ze rechts gaan staan. Ja, dat dacht ik ook, laat maar komen! Luister, luister! Wir sind JCV en vieren carnaval. Af, af. Oké, okay, kom maar, dan doen we de prinsen gewoon en doen we al vier dagen. Dan veranderen we het spel nu in Scepter Af of Scepter Vashalde. Vroeg 3 is Oetgebroek kwam ook Chef Diederen. En Guido Dieteren, de Likei op Chef Diederen van Guido's Orchestra. De vraag is wat voor kleur joeg zich Jeske druk Guido altijd zelfs in bed. Is dat scepter vasthouden paars of scepter losloten, rood, geel en groen? Wat is het?
Paars? Los, dan kom maar. Laat me kijken. En we gaan... Dat is Guido. Nu trekken we het goed in. Paars! Oh! Maar hij heeft gewonnen, dames en heren. De badje af. Ja, de kumpen, hè. Bukken mag je goed doen. Ik wist even weg. Dames en heren, Roefel. Trommige Roefel. De Joekseks en Prins van Limburg! Even afkeulen met een Joekseks peksje. Want bij Jolien zit de man die die peksjes maakt. Ja, inderdaad. Misschien heb je wel gedacht, Elisabeth, wie kent het dat al die vastelovens artiesten dat ze goed uitzien, strak in het pak. Ik neem een Marleen Rutte, ik neem een Madonever. Nou, deze man is er verantwoordelijk voor Pieter Robert. Pieter, du bist professioneel carnavalskostuummaker, ontwerper, designer. Ja. Maar voordat we het over die eigen creaties gaan hebben, wil ik even, ja, kijken, die blik even aan het Limburgse publiek laten zien. Wie kijkt toe? Nou, kleding. We hebben een aantal carnavalsartiesten klaarstaan die nog niet bij de klant zijn. Ja. Dat voor even gewoon kijken. Ja. Die werden nu geprojecteerd op dat scherm door. Ja, kijk maar even achter dich. Ja. Die kent ze wel. Ja, La Bamba. Stoer, hè? Maar een beetje hip en jong. Tenminste, zo kleden ze zich. Maar wat zou ze anders doen? Wat zou ze anders doen, wens toe hun stylist was? Het mag misschien wat vrolijker af en toe, denk ik. Het meer carnaval. Ja. Het expressiever. Ja, ja. Weedrij, ja, leuk. Die hebben we ook. Ja. Kiek. En maar wel kleurrijk. Ja, maar dat vind ik op zich wel een goede format, zal ik maar zeggen. Dat is een goede... Maar je hebt nu iets wel, tenminste, ja, een nieuwe kleurencombinatie en zo. En dat, maar dat is wel echt een image. Dat moet gewoon blijven zo. Dat is goed. Ja, geen punt van kritiek. Nee, dan tot slot de geliende. Ja. Ja, volgens mij is het meer. Er is het werk aan de winkel nog voor dich. Ja. Ja. Nou, kom maar. Zet me maar even op Facebook of zo. Ah, oké. Okay. Want daar hebben ze dus een beroep van gemaakt. Best de ganse jaar bezig om die carnavalsartiesten te laten shinen. Mm-hmm. Maar ook zichzelf. Toen zitten ze in een groep, carnavalsgroep, ja, Sifu. Wat van Skik wie dat er goed ziet. Ja. Sifu. Ja, toen bestemt met die heupbeweging. Ja, dat ben ik. Dat blauwe persje met glitter. Houd je weg aan. Je houdt van glitter en glamour. Dat komt wel immer tot uiting in hun creaties, hè? Ja, nou ja, het is niet bij iedereen belangrijk dat het glitter en glamour is. Het moet wel bij de persoon of bij die groep passen, natuurlijk. Want ik probeer ook, wanneer ik het ontwerp voor iemand, wel te letten van, nou, wie zit een man er normaal gesproken, hoe of die vrouw? Het moet wel bij het image van de persoon passen. En wie bepaalt uiteindelijk? Ja, dat bepaalt wel samen. Als een klant die meegekomen en zei van ik wil een nieuw peksje, dan ben ik niet degene die zei toen gisteren volgend jaar, zeg ik niet tegen weet je of volgend jaar volgende pajet. Dat zal ik niet zeggen, maar nee. Toch voor wat samen. Marleen Rutte is een grote trots eigenlijk, hè? Het uithangbord. Ja. Ik vind Marleen wel heel leuk om mee te werken. En, waarom? Ja, dat kent ze alles aandoen. Ja, het is een goed figuur. Ziet er leuk uit. Deed dat goed. Het is het leuk om het nu het hips te maken zonder dat het echt... meteen carnaval is. Daar ben ik sowieso een beetje van. Om het niet meteen te carnaval te maken. Het moet wel echt gewoon stage kleding zijn. Ja. En Madonever, heb ze ook onderhanden genomen? Ja, ik heb een paar jaar geleden voor Madonever gouden kostuums gemaakt, wie ze die gouden narrenkap kregen. En nu heb ik voor Madame Coeur heel goed kostuums mogen maken. En, ja. Wat is nu het leuke aan het bezig zijn met kostuums, maar vooral ook aan zichzelf verkleien? Ja, dat is toch, vind je iedereen leuk, denk ik. Tenminste, carnavalisten die... Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar doe voorst dat net weer door, wie Angerlu. Want je hebt er nog een alter ego. Ja, ook dat nog, ja. Miss Patty Pampam. Ja, we hebben er nog een foto van. Ja, natuurlijk hebben we er ook een foto van. Ja, zoek de verschillen. Doe best de rechtse door. Uh-huh, ja. Die rechtse, moet ik zeggen. Ja. Dit ligt eigenlijk wel in het verlengde van die activiteiten van carnaval. Ja. Alleen passen dat dan op zichzelf toe. En eigenlijk het ganse jaar. Dat is het fijne ervan. Hè? Dat kan ze het ganse jaar doen. En met de carnaval duurt hij even in de kast, want dan heb je tegen een tijd vuur. Maar ik bedoel, de rest van het jaar... Nu huur ze echt op de top van de Nederlandse travestie. Hè, nu is het ganse land, dat wel, te vertellen. Ja.
En dan steeds op een podium. En ja, dan mag ik gaan presenteren of gaan playbacken of gewoon gek doen. En, mensen vinden dat leuk of niet, maar dan moeten ze niet kijken. Maar ik bedoel, ja. Wat is Miss Patty Pam Pam voor een type? Een chique meid. En dat is, ja, moet wel klasse hebben, vind ik. Ik ben niet iemand die ordinair gaat lopen doen of zo. Dus het moet wel glamour zijn, vind ja, ik. Ja, maar dat is wel een dunne scheidslijn, denk ik soms. Nou, weet je niet. Ik ben wel echt typisch, ja, nu gaan ze een verandering als ik de make-up en de pruik op heb. Hier. Want de make-up is toch zelf? Mm-hmm. Ja. Wauw. Ja, ja. Ik ken veel vrouwen, denk ik, jaloers op die make-up skills. Nou, make-up ik zou skills. Niet aanhouden aan alle vrouwen om er zo bij te gaan lopen, want dan is het toch... Nee, inderdaad. Nee. Ze komen bij de Albert heen. Of bij de... het normale Limburgse volk wil toch gewoon leuk opstaan met carnaval. Ja. Het moet er allemaal goed uitzien, maar het wordt ook misschien niet te ingewikkeld, zie je. Dus vast nog een paar tips voor ons. Nou, het is heel, wat ik net zei, het is heel verschillend. Hè? Een podium moet natuurlijk niet te warm zijn en moet er leuk uit zijn. Is gans anders dan wat de lui in de optocht aan hebben. En wat iedereen maakt zijn eigen pakje en superleuk. Voor een optocht mocht het allemaal groter en gaat weuzer. En hartstikke leuk, meer wie beter vind ik. Maar ja, wat ik doe, voor de artiesten moet het allemaal gaat persoonlijker zijn. Speciaal en bewegelijk. En, ja. Tot slot hebben ze ook nog een L1-packsje gemaakt. Ja. Dat hangt hier aan de bar. Mevrouw, pak het eens. Natuurlijk, geel met blauw. Ja. En dat mag je aan gaan trekken, toch? Dat mocht je gaan doen. Kijk, er staat nog een logo op de ruk. Hartstikke leuk. Even over het water zo, kijk. Ja. Kijk, zo. Alsjeblieft. Dat gewoon echt een sneet nu aandoen, dat weer op morgen. Pieter, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Even kijken wat ze hier aan hebben, joh. Even een ondag. Ja, even iets hoger. Oh! Gezien dat dit kan alleen maar Joekskapel. Dikke neus zien uit de bush. Ja! Wow! Cameraman schrik zich een ijs geeft, dat is wel toepasselijk. G, je hebt vorig jaar het alternatieve LVK gewonnen, het Afrika, met een enorm slecht liedje. Ja, zeker. Daar hebben we heel erg ons best op gedaan. Ja. Dat was zo slecht dat we het nu ook niet kon huren. Nee. Ook van dit jaar is het Want dit jaar heb je nog een slechter liedje geschreven. Ja, en dat is niet geschikt voor kinder. En ja, dat kunnen we op dit liedje echt niet doen. En als we die... Kun je even allemaal zo doen? Even allemaal zo doen. Doe dat. Wat heet dat liedje over dan? Ja, Ongeranje over paters met kinder. Ai. Nou, dat... En broeder zonger eier. En, ja, dat maar verder is Bush eigenlijk wel een heel leuk dorpje. Klein maar heel leuk, hè? Klein maar fijn. Ja. Gelukkig had je nog een veel genuanceerder liedje. Wie heet het liedje wat je gaat spelen? In de blote kontje. Precies! Dikke neuzen! We'll be right back.
beetje tegenzit en dich interessiert, ga woens niks meer. En als ze ludig gek aankijken of dat ze gar niks hebt geleerd, denk dan eens aan een schoon meisje. In de blote grond. Schotse en scheven springen in de grond. In de blote grond. In de blote grond. Tot als vluchtje gaat, is dat wel gezond. In de blote grond. Schotse en scheven springen in de grond. In de blote grond. In de blote grond. Tot als vluchtje gaat, is dat wel gezond. Ja, dat kost prima. Dat kost prima met die kinderen. Te gek. Te gek. Dankjewel, Dieke, nu het brief stond. We moeten nog even naar de foto van gisteren. Want we hebben op L11 Alaaf Facebook. / L11 Alaaf. Dan is er een foto en dan moesten ze een B-tekst bij verzinnen. Een onderschrift. Dat is gewoon te hiegen, hè? Ja, hij is de leeftijd. De leeftijd en de kilo's. Dit waren de foto. Dit waren de foto van gisteren. Mensen hebben gereageerd. Dit waren de leukste. Doeg, Michmag, het piepje. Zit een meneer met de piep in de mond. Even kijken wie achter lag. Oké. Okay. Beter een paar rotte tijn dan wij er zongen schoem in de heen. Oké, dat was natuurlijk. Dat heb mijn eigen risico. Geef ik liever aan het beerhoed dan aan de tandarts. Ja. Ik zeg de derde. Marcel van Oppen. Ja, prima. Marcel van Oppen, dichtwinst, de Ongeweeg is sleutelhanger van het programma Ongeweeg. En ik kan Bas van der Zwaan dicht brengen, maar hij is nog. Ongeweeg! Goed, de foto van morgen, dat is deze. Wat zit of denk de ene meneer en wat zit een andere tegen hem? Steur het in, Facebook, L11 Alaaf en Bas van der Zwaan kunnen een prachtige prijs winnen. Joekse Kapel, kunt geen nog iets Joeksigs spelen? Dan roep ik jullie op een keer weer haaien zeggen. Speel maar iets Joeksigs. 1, 2, 3, 4. Ja, het is alweer gedaan. Morgen in Barcelona. Big Benny! Weer?